We geven mij een zo'n Lietse ondernemers, geven we daar een ver deelt zetten met al die verschillende cadeauartikelen en mozaïekartikelen wat ik gaf. En nog van alles laten we dan zien. En dan maken ze er gewoon een hele gezellige middag van. Van 12 tot 4 uur. Ik neem mijn glaassieraden mee en al mijn lisjes. Waar ik glaas visjes in maken ga. Mooie dienbladen neem ik mee. Die hier achter mij staan. De lisjes neem ik al hier mee. Dus eigenlijk is het wel genoeg om even te zien. Ik denk dat ik alvast wat kerst moet nemen. Maar die kan geef ik al een heel stuk heen uit. En voor de rest wat landelijke producten wat ik verkeerd heb. Lantaarns, fotolijstjes, nou zie maar dat is genoeg. Er zijn een hoop jachtjes, er zijn kersjes, er zijn wat kleinmeubelen. Dus ik hoop voor elk wat leuks te hebben. Ik zal zien laten dit mooie servies. Dit is servies van Beutelaar Kassel. Het is een Nederlands merk, maar het wordt maken in Polen. En het komt in heel prettig verschillende decoren. Zoals Schenkist. Mooi met blom, het is heel bont. Eigenlijk is het het meeste met blauw, maar er zitten soms ook kleine accenten in van green of bruin. Maar het is oerdegelijk servies, kind in de vaatwasser en het is, nou ja, zoals just. Is dit net een eyecatcher voor op die tafel? We zijn van plan om vooral klingen zien te laten. We hebben heel veel vesten en sjaals en we willen wat tassen zien laten en we hadden dat parfum. Dat is de parfum die mensen je keepje eenmaal voor 12,50 en dan is het flesje even vullen laten voor 10 euro. Dus dan is het een stukje klantenbinding, dus we hopen op die manier ook wat mensen uit de regio te bereiken. Ik laat barokante dingen zien en ik kijk al een keer naar je woondecoratie, paddensprayen en het is ook mijn krekte wat ik voorbij kom. Dus dat kan heel rond zijn van een maaien, dat is al het porselein, maar ja, van alles wat.